Hi, in een vorige video heb ik laten zien hoe je met dikgaren werkt. En vervolgens heb ik ook een video gemaakt om te laten zien dat je ook met dunne garen kunt werken. Maar wat nu als je een garen hebt wat er een beetje tussenin zit? Of misschien wel een garen zoals dit met dikke en dunnere stukken erin. Dat ga ik je nu laten zien. Een tijdje geleden, toen liep ik tegen dit garen op. Dit is van Scheepjeswol Maxima. En ik vond die kleuren zo mooi. Dat paars met dat rood en dat blauw en dat oranje, een beetje roestachtig. En ik was er echt helemaal weg van. En ik had mijn weefgetouwtje en... Toen dacht ik van ja, hoe zal ik daar nou mee omgaan met het weven? Kijk, in een vorige video waarbij ik dat dunnere garen had gebruikt, waarbij je bij elk spijkertje tweemaal zo'n draadje om een spijkertje heen legde. Ja, ik had zoiets van, dat gaat hier waarschijnlijk gewoon net niet werken. Maar als je het gewoon eenmaal om een spijkertje heen doet, dat kun je ook hier wel zien. Dat wordt een beetje te open. En toen dacht ik van, nou weet je wat, er is misschien wel een middenweg te vinden. En die is er natuurlijk ook. En dat ga ik je laten zien. Want het idee is dat je dus nu niet dat garen verplaatst, elke keer zodat je twee lusjes om één spijkertje krijgt. Maar dat je het om en om doet. Dus dat je begint met een spijkertje met één lusje eromheen. En een spijkertje met twee lusjes eromheen. Een spijkertje met één lusje eromheen. En een spijkertje met twee lusjes eromheen. En zo helemaal door. Ik heb alvast een klein stukje voorbereid. Wat misschien wel handig is, is dat toen ik dat andere lapje aan het maken was... Ik zat me echt, ik was flink aan het tellen, zeg maar. En elke keer moest ik weer overnieuw denken van, oh ja, hier 1, hier 2, hier 1, hier 2, hier 1, hier 2. Dus het is misschien handig om even een potloodje te nemen en dan even te markeren van waar je er 1 en waar je er al 2 hebt gedaan. Dan hoef je niet elke keer weer van tevoren te tellen van wat je al gedaan hebt. Want helemaal met die... met die donkere stukken waar het garen wat donkerpaars is. Ja, dat is soms een beetje lastig te zien en je zit elke keer te tellen. Dus neem even een potloodje, kan je later altijd weer uitgummen. Dus ik ga eerst nog eventjes een klein stukje doen. Ik heb 1 en dan 2. Kijk, dus ja, ik ga eerst nog een stukje doen. Nog eventjes een klein stukje. Nou, dat is gewoon, je begint gewoon eerst met... weven zoals je altijd doet. Dit is trouwens garen wat erg aan elkaar kleeft, zeg maar. Maar het is goed te doen, hoor. Dus... ik merk dat sowieso wel met garen waar zeg maar een wat grotere kleeffactor aan zit. Dat juist deze manier van weven met een doorlopende draad daar eigenlijk redelijk ideaal voor is. Oké. Nou, niet te ver, want anders dan... gaat het ook niet goed komen. Oké. Nou. Pak eventjes mijn naald erbij. Om de wol een beetje netjes recht te maken. Oké. Wat je dus nu gaat doen. Dit is het eerste spijkertje. En om dit spijker, om het volgende spijkertje wil ik er 2 hebben. Dus ik til deze op.
En ik ga hier 2 omleggen. Je telt eigenlijk nooit dat hoekspijkertje. Dat laat je altijd gewoon zitten. Dus hier heb je de 1 en hier heb je nu 2 om. Dan ga je deze doen. Die verplaats je dus naar het leeggekomen spijkertje. Dus nu zit er hier 1 omheen. En deze gaat naar het volgende lege spijkertje. En dit is het volgende spijkertje waar je er 2 om wilt hebben. Nou, hetzelfde doe je aan elke kant. Dus hier bij deze vrolijke scheve jongen hier. Hier zit er 1 lusje omheen. En dan dit lusje ga je verplaatsen naar het tweede spijkertje. Als je het hoekspijkertje niet meetelt. Dus hier zitten er nu 2 omheen. Deze verplaats je naar het leeggekomen spijkertje. Dus nu zit er hier 1 omheen. Deze verplaats je naar het leeggekomen spijkertje. En hier moeten er nu 2 omheen. Dus deze ga je vervolgens verplaatsen naar 2. Naar deze. Nou, en hetzelfde doe je bij de andere kanten. Of de andere zijdes. Laat ik mijn Nederlands een beetje netjes houden. Dus hier, deze tel je niet mee. Hier ga je dan 2 omheen doen. Deze verplaats je. Dus dit is 1. Hier zitten er 2 omheen. Hier zit er 1 omheen. De volgende verplaats je hier naartoe. En dan ga je hier weer 2 omheen doen. En dan op de laatste kant. Hier heb je 1 omheen. Hier heb je 2 omheen. Hier heb je 1 omheen. Deze verplaats je naar het lege en daar maak je er 2 van. Oké, dus dan ga je nu eventjes naar je weefsel kijken en het even een beetje fatsoeneren. En het even netjes maken. En dan ga je eigenlijk net zoals bij de vorige tutorial, je gaat gewoon eerst weer een stukje verder weven alsof je helemaal niets hebt verplaatst, dus alsof er niks aan de hand is. En je gaat gewoon weer vrolijk verder. En ik zal het even netjes leggen. En dan ga je weer een paar rijtjes doen. En dan ga je het vervolgens weer verschuiven. En dan uiteindelijk heb je als resultaat, ik zal hier even deze even doorhalen. Kijk, altijd goed kijken naar de vorige rij, waar je over en waar je onderdoor moet. Dus dan ga je gewoon weer verder totdat je weer een aantal spijkertjes hebt gedaan. En dan, als je er weer een aantal hebt gedaan, nou, dan ga je het weer verplaatsen. En blijf altijd zoveel mogelijk tussendoor die lijnen een beetje netjes recht houden. Oké, dus nou ja, en zo ga je dus dan eigenlijk door. En ja, dan krijg je uiteindelijk iets dergelijks. Het was voor mij best wel een beetje, ik dacht van, oh, gaat het wel goed komen met al die verschillende diktes in dit garen. Maar ik vind het, ja, ik vind het gewoon leuk. Het ziet er echt leuk uit. En je hebt een hele lichte striping krijg je hier. En zie je, zoals hier dat blauw en hier die 2 oranje banen zo. En dat rood zo in het midden. Kijk, natuurlijk, het hangt er altijd vanaf van waar je beginpunt is met je garen. En dat vind ik altijd zo leuk met dat garen waar een kleurverloop in zit. Het is elke keer weer spannend hoe het eruit komt te zien. Maar je ziet dus ook hè, hier heel duidelijk. Hier is dat dunnere stukken garen en hier die dikkere stukken garen. En het ziet er gewoon echt leuk uit. Ik heb er hier trouwens een gehaakte randje omheen gemaakt. Hoef je natuurlijk niet te doen. Maar nou ja, dat is wat ik eventjes wilde tonen in deze video. En voordat ik helemaal stop. Als je mijn video's leuk vindt, dan zou ik het waarderen als je hem een duimpje geeft.
omhoog, uiteraard. Als je eventjes een commentaar achterlaat, ook als je vragen hebt. En als je wilt abonneren op mijn kanaal, zodat je in het vervolg, als ik weer een nieuwe video heb uitgebracht, dat je weer op de hoogte wordt gehouden dat er een nieuwe video is. Oké, tot de volgende video!